En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. En ik kan hem echt niet beter openen. Oeh, we hebben onze eerste stop. Het ziet er heel lekker uit. Ik twijfel trouwens of het echt Marokkaansteentjes is, maar maakt niet uit. Happy? Happy. Happy. Hey schatjes, zijn jullie lekker aan spelen? Oké. Even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Kikkererwtje. Happy, happy. Ja, het is hier dus echt chaos. Het is bijna 7:55. Chaos moet over een kwartier op school zijn. Ik kom eraan. Nu sta ik op het punt om naar het ziekenhuis te gaan. Want ik heb wederom een borstonderzoek vanmiddag. Dus ja, dat is best wel even spannend weer. Zo erg dat hij mij gewoon voor het schoolplein liet staan zonder het poortje voor mij open te doen. Voor een nieuwe weekvlog. En ik kan hem echt niet beter openen, want het is vandaag zaterdag en het wordt 17 graden vandaag. Ik ben ondertussen even koffie aan het inschenken trouwens. Het wordt gewoon letterlijk 17 graden vandaag. De zon schijnt, ik heb lekker mijn jurk aangedaan. Nou, ik ben helemaal blij. En ik vind het ook heel leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is lekker tennissen met Ruben. De kindjes die zijn daar net naar mijn ouders gegaan, want die gaan daar logeren dit weekend. Dus wij hebben echt helemaal een chill weekend. Echt super lekker. Ik ben er best wel aan toe. Ik ben best wel een beetje, ja, soort van moe of zo, merk ik. Dus ja, we gaan lekker uitrusten. We gaan plezier maken. Vanmiddag ga ik met Ed gezellig naar Den Bosch met z'n tweeën. Gewoon lekker daar rondlopen. Even een koffietje to go. Kijken of we ergens een broodje kunnen halen. Om toch een beetje gewoon dat, ja, ik weet niet, dat gezellige gevoel te hebben waar ik echt zo aan toe ben. En ik zal jullie meteen even een huizenupdate geven voordat ik dat weer vergeet. Want vorige week is er natuurlijk een video online gekomen in plaats van een vlog. Dat heb ik jullie niet meer bijgepraat over onze bezichtiging die wij op dat huis hadden 2 weken geleden inmiddels alweer. Ja, ik kan er eigenlijk heel kort en bondig over zijn, want het is hem dus niet geworden. Aan de ene kant helaas, aan de andere kant hadden we ergens een soort van twijfel of zo. Of dit wel echt het huis was dat we uiteindelijk, ja, waar we heel lang zouden kunnen gaan wonen. En ja, door die twijfel waren we niet snel genoeg met bieden en hebben we het uiteindelijk niet gekregen. Maar achteraf ben ik blij dat het toch niet zo is, omdat uiteindelijk... laatst zei iemand tegen ons, op het moment dat je dus een huis heel graag wil, dan moet je het gevoel hebben dat je jezelf echt moet afremmen in je emotie. In plaats van dat je, zeg maar, tot het laatste moment nog een soort van in twijfel bent in je hoofd welke keuze je het beste kan maken. Zei ze, ja, als je je echt moet afremmen in emotie, dat je echt denkt van, oh, ik moet niet te hoog gaan zitten, want maar ik wil het zo graag, dan is het goed. En dat hadden we dus nu niet. Dus ja, we gaan gewoon weer verder met onze zoektocht. We hadden er nu weer één op de oog, maar nou, als we iets concreter zijn, dan ga ik het gewoon met jullie delen. En dan nu lekker zitten, koffietje erbij. Ik ga even een vlog aanzetten. Ik kijk niet zo heel veel vlogs eigenlijk, maar die van Monica Geuze kijk ik altijd. Dat vind ik echt het allerleukste, dus die ga ik lekker opzetten voor mezelf. Nou, even een momentje van ontspanning. Helemaal zin in. Ed, ben je er klaar voor? Zeker. Wij gaan lekker met z'n tweeën op pad dus. En ik dacht, ik ga even een outfit of de delen laten zien. Ik heb een nieuwe jurkje aan en die is van ASOS. Ik ben er helemaal blij mee. Hij is lang en ideaal voor dit weer. Ik heb er een panty onderaan, maar dat zie je eigenlijk helemaal niet. Laarsjes. Maar ik weet even niet meer waarvan ze zijn. Ik dacht even van de mango, maar Ed zegt voor niets. Als we er nog opkomen, laat ik het weten. En ik ga mijn spijkerjasje erover aan doen, want dat kan gewoon nu. We hebben onze eerste stop en we zijn hier bij een heel leuk tentje. En zij verkopen soepjes. Hoe heet het? Komsoep heet het. We hebben een pastinaak soepje. We gaan lekker hier op het bankje zitten. Lekker helemaal op. Oh, eindelijk. Het is zo genieten. Wij zijn ondertussen aangekomen bij een tweede leuk tentje dat we tegen zijn gekomen hier. We zijn trouwens in Den Bosch. We hebben een falafel wrap besteld bij een... Ik denk een Marokkaans steentje, maar ik weet niet zeker. We hebben ondertussen al iets lekkers gehad om te proeven. Ik twijfel trouwens of het echt Marokkaans steentjes is, maar maakt niet uit. In ieder geval hebben we een falafelballetje gehad om lekker te proeven. Alvast terwijl we buiten wachten. Echt super lief. Heel lekker. Happy? Happy. Happy? Mmm. Oh, lekker.
komkommer, falafel, kikkererwten. Je zou denken dat eten ze altijd al, klopt. Maar deze is lekkerder dan hoe ik hem maak. Lekkerder. Oké, laatste gangetje. We hebben een koffietje gehaald. We zijn even in de etalage aan het kijken. Bij Sostren, of hoe noem je dat? Sostren, nog iets? Hele leuke dingen hier. Hem op. We zijn weer thuis en ik ga even het rolluik hier omhoog doen in de slaapkamer. Raam dicht en dan ga ik even lekker samen met Ed een uur op bed liggen. Oh, zo lekker. Even chillen, gewoon niksen. Het is ook nog super vroeg, het is pas 3 uur, dus we hebben nog een hele middag. We gaan eerst even op bed, serietje kijken. We zijn bezig met Narcos. We moesten daar heel even inkomen, want na... Nou ja, volgens mij 2 afleveringen hadden we eigenlijk zoiets van... Nee, dit is niet helemaal dat je echt zeg maar elke keer denkt zo... Oh, ik moet het zien. Maar aan de andere kant hoorden we dat we even moesten doorzetten. Dat hebben we gedaan. Nu zijn we bij aflevering 7 en vinden we het toch wel leuk. Dus die gaan we even lekker op bed kijken. Oh, en ik heb deze. En die vind ik dus helemaal lekker. Dat is een dropbal met nou, een kleurtje zeg maar. Alsof je op de kermis bent, weet je wel, zo'n ding. Nou, dat dus. Ik heb een kopje thee mee. Even lekker chillen. Oh. Heerlijk. Goedemorgen dus. Het is vandaag zondag. En ik wou zeggen maandag, omdat we op kantoor zijn. Maar nee, het is zondag. We hebben echt een heerlijke chill ochtend gehad. Omdat de kindjes natuurlijk zijn logeren. 7:15 pas wakker. Lekker koffietje gedronken. Bananenpannenkoeken. Een eiwitpannenkoeken trouwens met banaan gebakken. En nu zijn we helemaal, of tenminste ik, helemaal klaar voor een nieuwe zomerse dag. Jurkje aangedaan. Ik zal hem even laten zien. Hij is wel oud, 2 jaar, dus ik denk niet dat je hem nog ergens kan krijgen. Dus ik weet ook niet of je er iets aan hebt dat ik het laat zien. Maar misschien ter inspiratie. Het is een lekkere tijgerjurk met een strikje aan de achterkant. Lang, laarsjes eronder, net als gisteren en mijn spijkerjasje weer. We zijn dus op kantoor nu. Ed gaat even sporten. En ik baal, want ik wilde eigenlijk ook heel graag sporten. Dat was ook de bedoeling. Alleen, hiernaast zijn ze... iets aan doen, maar goed. Afgelopen vrijdag had ik echt een hele pittige, intensieve workout gedaan. Waardoor ik nu spierpijn heb aan mijn billen en aan mijn benen. En ik heb ook een beetje last van mijn nek gekregen. Dus ik hou een extra rustdag en ga morgen weer iets doen. Dus ik ga lekker een koffietje maken. En dan ga ik hier zitten kijken hoe Ed lekker gaat trainen. En ja, daarna gaan we omkleden naar mijn ouders, want we gaan daar lunchen en vanmiddag gezellig op pad met vrienden. Maar dat ga je zo meteen terugzien. Kijk, wij zijn weer allemaal samen. Kindje opgehaald, we zijn lekker naar Tilburg gereden. Het is wel een beetje druk hier, dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen. Maar het is buiten, dat scheelt in ieder geval. Kom jij, Ramos? Kom maar, jongen. Kom, schat. Meiden lekker hier. Deze heb ik van mijn ouders even geleend, want die hebben een tweelingbuggy. Die zoek ik ook nog één. Maar even kijken, even deze testen of die fijn rijdt. Maar ik vind het in ieder geval heel leuk naast elkaar, met z'n tweeën. Hey schatjes, zijn jullie lekker spelen? Nou, wij zijn weer terug. We hebben echt een hele fijne middag gehad. We zijn met vrienden dus naar een speeltuin geweest. Lekker ijsje gegeten. En ja, was helemaal leuk. Nu heb ik net Ed en de meiden thuis afgezet. En ga ik samen met mijn grote vriend hier achterin boodschappen doen. Het is wel al 4:15. Dus ik ben een beetje laat. En normaal gesproken weten jullie, ik bestel echt elke week een boodschappen. Dat vind ik super fijn. Maar dat had ik dus dit weekend een keer niet gedaan. Want het kwam er niet van. En toen dacht ik uiteindelijk van, nou weet je. Het is ook wel leuk om het een keer zelf te doen. Dat vind ik nog steeds, maar ik merk nu weer dat ik het zoveel fijner vind om het wel thuis te laten bezorgen. Want nu moet ik toch weer van huis, kost veel meer tijd. Ja, dus we gaan er nu even iets gezelligs van maken. Ik ga even de buggy terugbrengen, eerst naar mijn ouders nog. Maar de volgende keer ga ik gewoon weer bestellen. Ja, dat. Maar goed, Ramos is blij, want hij mag koekjes uitkiezen. Want ze mogen op vrijdag naar school. In plaats van een ochtendfruitje mogen ze een koekje meenemen. Dus die gaat hij nu helemaal lekker zelf uitkiezen. Hé, jongen?
Ja. Lekker. Ook mandarijnen. Mandarijnen, dat zijn aardbeien, schat. Ook aardbeien. Even kijken, deze wilde jij ook zo? Ja. Moet je eerst scannen? Scannen? Oké. Okay. Even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Kikkererwtje? August? Je handje zit er vol. Ja. Dit zijn trouwens echt de lekkerste maïswafels ever. Echt lekker dik, heerlijk. Draai maar om. Scannen. Ik had dus eigenlijk het idee om gezellig te gaan filmen in de supermarkt. Maar dat kwam er dan toch niet van, want er waren best wel veel mensen. Dus ja, dan is het onhandig als je ook nog een camera erbij gaat pakken. Dus ja, en dan kan je ook niet echt laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Want het is inmiddels 17:15. Ik moet nu alles op gaan ruimen en dan het eten gaan maken. Ik heb wel voor iets makkelijks gekozen. Ik heb voor de kindjes topessen met worteltjes. Ik heb aardappeltjes die in de airfryer gaan. Die heb ik te leen van mijn ouders. Echt, dat ding. We zijn helemaal fan. We willen hem eigenlijk niet meer teruggeven. Maar dat moet natuurlijk wel. Dus we gaan gewoon zelf eentje aanschaffen. Ja, en de kindjes die krijgen er een visstick bij. En wij hebben een burgertje. En dan heb ik trouwens nog sla voor ons of iets van spinazie voor lekker extra garnering en extra groenten. Dus ik ben heel snel klaar met koken, maar ik moet wel echt even gaan koken. En opruimen. Happy, dus. Happy. Ja, er zijn twee meiden die willen een hapje. Nou, we hebben eten. Het is 6:30, dus de kindjes die waren ondertussen alvast begonnen. Meiden, Ramos ook. En Ed heeft iets lekkers gemaakt. Dat ik dacht, ik ga dat even met jullie delen, want dit is dus zo'n super simpel iets wat gewoon echt heel lekker is. Oeh, de vleesjes die komen dus nog. Bovenop zit verse basilicum. Nou, aardappeltjes natuurlijk, airfryer. Wat hebben we nog meer? Lekkere kaasjes, feta. We hebben champignons. We hebben courgette zit erin. En cherry tomaatjes. Knoflook, heel veel ruik ik. En heb je nog andere kruiden gebruikt, Ed? Peper? Peper, snufjesuit. En snufjesuit. Lekker. Eet smakelijk. En spinazie trouwens zit er ook in. Volgens mij had ik dat niet gezegd. Maar het zit er ook in. Ik heb nog iets te veel opgedaan. Oh my god, jongens. Oh. Het is hier zo gehaast. Maandagochtend. 8:00. Ramos komt naar school. Het is hier dus echt chaos. Het is bijna 7:55. Ramos moet over een kwartier op school zijn. Ik kom eraan. Oh, en de meiden moeten het kinderdagverblijf. En alle spullen moeten mee voor werk. En oh, ik klets jullie zo meteen bij. Het is inmiddels al 2:00. Ik heb helemaal niet meer gefilmd vanochtend, want het was zo super druk. Ik moet echt even wennen aan het nieuwe ochtendroutine met de kindjes. Ramos naar de basisschool. De meiden zitten dan natuurlijk op het kinderdagverblijf. En dan moet het allemaal precies op tijd gaan. En ja, is natuurlijk helemaal logisch. Maar het is gewoon even aanpoten. Zelf moeten we dan ook klaar zijn. En vanochtend was het super druk op het werk. Maar gelukkig was mijn collega, die was hier. Dus dat is super fijn. En nu sta ik op het punt om naar het ziekenhuis te gaan. Want ik heb wederom een borstonderzoek vanmiddag. Voor degenen die mij de laatste maanden sowieso hebben gevolgd, die weten dat ik een aantal maanden, volgens mij 3 inmiddels geleden, heb ik een borstonderzoek gehad omdat ik een verdikking heb in mijn borst. En ja, dat is toen nagekeken en dat zag er op zich eigenlijk allemaal best wel goed uit. Geen gekke dingen, maar ik moest wel terugkomen als na 3 maanden nog niet weg was. Nou, we zijn inmiddels dus 3 maanden verder en ja, je raadt het al, het is dus niet weg. Het zit er nog steeds. En daarvoor moet ik dus vanmiddag opnieuw een mammografie laten maken en een echo van de borst. Dus ja, dat is best wel even spannend weer. Ja, ik ben niet zo zenuwachtig als de vorige keer, omdat ik toen echt dacht van wow, wat zit hier, wat is dit nou voor iets raars en het zal wel helemaal mis zijn misschien. En nu denk ik, ja weet je, er is naar gekeken, dus het zal wel goed zijn. Maar ja, aan de andere kant, ja, je weet het nooit helemaal zeker. Vandaar dat ik het natuurlijk ook nog een keer moet laten checken. Dus, ik ben nu aan het wachten op Ed, want die was even naar huis gegaan, omdat we anders met te veel mensen op kantoor zijn.
En hij wilde zich sowieso heel even afzonderen om heel even alleen wat dingen uit te werken. Dus die komt mij nu ophalen. En dan gaan we weer naar het ziekenhuis in Tilburg. Je ziet mij gewoon helemaal niet met dat hele grote ding op mijn hoofd. Ik heb ook best wel een klein hoofd. Dus dan is zo'n mond... Ja, maar echt, ik heb echt een klein gezicht. En dan is zo'n mondkapje is helemaal te groot voor mij. Daarom doe ik ook zo. En ik weet dat mag officieel niet. Maar ja, als ik dat niet doe, valt dat ding bijna van mijn gezicht af. In ieder geval, wij zijn nu bij het ziekenhuis. Eddie was te laat. Heel vervelend. Oeh, echt toch? Ja, echt... Echt zo vervelend. Nu is het dus 2:30 en ik heb nu mijn afspraak. Dus dat betekent dat ik dus moet rennen naar binnen. Door de stress dat hij dus nog thuis zat, terwijl ik vroeg van ben je er eigenlijk al wel bijna, ben ik mijn telefoon vergeten. Dus ik... Het ligt allemaal aan mij. Nee, ja, jij bent te laat. Dus het ligt sowieso inderdaad wel aan jou, ja. Maar goed, we zijn er nu. Ik ga naar binnen rennen. En dan... Eddie wacht op mijn auto. En hij is mee. Dat is dan wel weer heel lief. Speciaal voor mij om buiten te wachten tot ik klaar ben. Dus dat is heel lief. Maar goed, oké. Wish me luck. Onderzoek inmiddels gehad. En echt een hele opluchting. Want alles zag er helemaal goed uit. Hij heeft echt alles helemaal gecheckt. En kon helemaal niks raars vinden. Behalve dan hetgeen wat ik ook omschrijf. Of omschreef. En dat is gewoon wat dichter weefsel. Dus ja, helemaal blij mee. Opgelucht. Ik ben er ook gewoon in principe helemaal vanaf. Hoeft geen controle meer te zijn. Mits er iets verandert. Maar daar ga ik niet van uit. Dus ik ben opgelucht en blij. En heel erg fijn dat er gewoon een goede uitslag is. Nu zijn we weer op kantoor, Ed en ik. We gaan nog even een paar uurtjes werken. Tante heeft Ramos opgehaald op school. De meiden zijn nog op het kinderdagverblijf. Zo doen we dat zeg maar altijd op maandag. En nu gaan we nog een paar uurtjes werken. Of nou, een paar uurtjes. Dat klinkt heel optimistisch. Maar het is eigenlijk gewoon volgens mij 4:00. Ja, 4:10. Dus eigenlijk hebben we nog 1,5 uur. Eventjes wat doen. En nog sporten. Want dat is mijn planning voor vandaag. Dus dat ga ik lekker doen zo meteen. Trouwens alvast een eiwitshake voor tijdens het trainen. Het is namelijk al bijna etenstijd en ik wil wel sowieso mijn eiwitten binnenkrijgen. Dus neem ik hem in plaats van na trainen gewoon tijdens het trainen. Geeft lekker meteen energie. Heb ik zeker mijn eiwitten binnen en kan ik straks ook gewoon avond eten zonder dat ik nog vol zeg maar zit. Dus ik dacht misschien wel even leuk om te delen. En een hele goede tip voor je als je dus net voor het eten gaat trainen. Je kijkt hoe je het doet. Zo. Die camera. Je bent zelfs boos op die camera. Dat is gewoon ongekend. Ed en ik hadden een lichtelijke woordenwisseling daarnet. Ze hebben gewoon gerust. Echt een hele erge. Ja. Maar goed. Zo erg dat hij mij gewoon voor het schoolplein liet staan zonder het poortje voor mij open te doen. Omdat ik de code niet wist. Maar goed, in ieder geval. We zijn onderweg naar huis. We hebben deze snoespoesjes opgehaald. Was het leuk op school? Was het leuk? Ja? Yay! Ja. Oké, okay, ja. En nu hebben we dus echt vette mazzel, want mijn tante die is dus met Ramos thuis en die kookt altijd voor ons. Echt zo fijn. Dus het is nu 6:04. Ja, wij zijn nooit te laat en nu zijn we al 2 keer te laat vandaag. Ja. Maar we kunnen in ieder geval aanschuiven, dus dat is heel fijn. Wil je nog vertellen waar de ruzie over gaat? Nee, dat wil ik niet vertellen. Jij wel? Nee, ja. Weet je nog waar het over gaat? Het sloeg namelijk helemaal nergens, was het mooie ervan. Oké, nou in ieder geval, het is weer goed gemaakt. Het was een hoop bla bla vanuit jouw kant. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Kan toch niet. Eten. De meiden zijn lekker gedoucht, Ramos was al gedoucht. En nu zitten ze klaar met een fles om de haartjes te veunen.
Happy. Happy, hè? Bobby. Charlie. Zeg maar. Charlie. Nou? Charlie, goed zo. Gaan we nog iets gezelligs zeggen? Ja. Ja? Doe maar zwaaien. Doei! Ik was vergeten de vlog af te sluiten. Het is dinsdag en ik ben met de meiden. Maar de beelden moeten door naar de editor. Dus dankjewel voor het kijken. Kushandjes. Doei! Ciao! Ciao! Oh, doei! Doei!